Luister, vandaag gaan we beginnen om ook even wat te zeggen. Want pas geleden heb ik in een video heel veel grap gemaakt over een YouTuber, Gio Latoy, en zijn minderjarige vriendin. En voor iedereen onder de 18 die niet weet wat tijdschriften zijn, zoals de vriendin van Gio. En ja, dat is natuurlijk volkomen terecht, toch? Ja, hij doet iets raars, ik maak er grappen over. Zo werkt dat tegenwoordig. Zo werkt dat. Dus net zoals bij Kortom en weet ik veel wie allemaal nog meer. Nou, nu zie ik net een video voorbij komen van het YouTube-kanaal Pure Luxe. En in principe zou ik over alle content van dit kanaal een video kunnen maken. Maar de laatste ging over Gio. En dat kan gewoon niet goed gaan. Dat weet ik gewoon nu al. Want de eigenaar van Pure Luxe is Floris. Een super oude guy die echt, echt voor geld leeft. Als in die denkt dat geld het enige is wat er bestaat. En dat in combinatie met Gio. Een 22-jarige, veel te lieve, maar ook veel te naïeve, maar ook veel te rijke YouTuber. En de video begint, zoals elke video, met een leenauto die Floris dan laat zien. Wij zitten trouwens onder die prachtige sterrenhemel. Een mooie optie die bij deze er ook bij zit. We gaan zelf rijden. U ziet zo naar wie, maar we gaan zijn villa bekijken. Het is een jonge jongen die heel succesvol is. Oh, wie zou dat zijn? Ik denk Gio Latoy. En dat is gewoon een gokje. Het is niet omdat hij in de thumbnail staat en in de titel. Plus hij komt voor in de intro. En daarna gaat Floris zijn horloge laten zien, want zo is Floris. Een listprijs van op en nabij de 12.500 euro. En misschien wel even leuk aan jullie te vragen, wat is de waarde nu? Laat het even weten in de comments. Ik zeg het commands, per ongeluk, uit enthousiasme. Maar het zijn de comments of reacties. Laat het me weten. Commands. Ja, commands. Welke privéschool heb jij gezeten? Het is geen commands. Het is ook, en dan zichzelf verbeteren met, het is geen commands, het is commands. Nee, dat is niet waar. Waar moet ik een comment achterlaten? Het is comments. Laat het weten in de comments. Laat weten in de comments hoe duur jij denkt dat nu mijn horloge is. Oh ja, dat moeten we wel op antwoorden. Ik denk 18.000 euro. Niet karaat goud. Oké, fuck it. Ook karaat goud. Hey, en als jullie denken dat ik dat goed heb gegokt, subscribe dan op mijn kanaal. Is het subscribe? Subscribe dan op mijn kanaal. En wie is het, Mart? Kijk eens even hier. Dat is onze Gio, waar we natuurlijk vaker contact mee hebben. Maar die gaat ons even zijn miljoenen villa laten zien. Miljoenen villa? Heeft Gio Latoy? Heeft hij een miljoenen villa? Wacht. Gio Latoy villa. Gio Latoy koopt villa met zwevend toilet van 1,2 miljoen. Oh. Fuck me. Nice. Lekker gedaan, Gio. Ik vind het wel mooi dat in de titel met zwevend toilet uitroepteken. Ik hoop niet dat dat het vetste is van je 1,2 miljoen huis, maar lekker gedaan. Zeg, ik ga hem nu met een enorme Rolls Royce jouw brug op. Houdt die brug dat, denk je? De brug kan ongeveer 5 ton hebben, dus dat... Oké. Hoeveel weeg jij? Wacht, wat? Een brug? Heeft Gio een eigen brug? Dat is een gangster. Wat is dit ook voor gesprek met een 22-jarige? Hey lul van een 22-jarige miljonair vriend van me. Hey, ik arriveer net bij jouw private bridge. En nu ben ik met een heftig zware Rolls Royce, dus vroeg ik mij af, kan ik daar overheen galopperen? Of ga ik dan neder te water? De aqua, daar heb ik natuurlijk geen zin in voor mijn lovers. Ja man, is gewoon een brug toch? Ik heb zelf ook auto's. Behalve als jij fucking dik bent. Sorry. Ja, ik ben nog steeds gewoon 22, toch? Nou, even kijken of hij er is. Oh, verdomd, hij is er. Goeiedag. Gio, alles goed? Ja, zeker. We kennen elkaar natuurlijk alweer een beetje. Ja. Toch een flesje champagne ook voor jou voor je nieuwe huis. Dankjewel. Ondanks dat je niet drinkt. Nee, klopt. Maar misschien is het wel leuk om even sabreren te leren. Gio, drink niet. Loser! Loser! Trouwens, Gio heeft helemaal geen privébrug. Hij heeft buren. Loser! Dan heb ik ook een privébrug. Met heel mijn wijk. Het ziet er trouwens ook naar uit dat hij 2 jacuzzi's heeft. En 3 auto's. Fuck me. Maar ik ben vooral benieuwd even om door je huis te wandelen. Ja? Dus laten we beginnen. Er zit hier wel een mooie kat te wachten. Oh, die katjes. Het zijn die Engelse katten, hè? Britse korthaar. Britse korthaar. Die zit altijd hier als er iemand binnenkomt of wat dan ook, is altijd nieuwsgierig. Leuk. Moet eigenlijk even die champagne koud leggen. Je merkt echt dat Gio video's maakt voor kleuters. Waar niks mis mee is, maar hij vertelt iets heel leuks over zijn kat. Van, hé, dit is een Britse kort haar of zo. En Floris zegt, ja... Leuk. Moet eigenlijk even die champagne koud... Leuk. Boeien, Gio. Of kost hij superveel geld? Dan ben ik wel geïnteresseerd. Hij moet duurder zijn dan mijn Rolex om de edit te halen.
Ja, we hebben dus nog geen editkamer. Dat moet gewoon verbouwd worden. Dat is eigenlijk het lelijke gedeelte van het huis nog, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Kijk mensen, gewoon de editing hiervan. Dit is nu aan het renderen, de tweede of de eerste YouTuber van Nederland. Ja, de tweede, oké, Enzo Knol heeft meer. Ja, maar helemaal niet meer views als ik zo kijk. Dus ze doen het hartstikke goed. Wow, Gio heeft meer views dan Enzo Knol? Ik dacht dat niemand in Nederland in de buurt kwam van Enzo Knol. In ieder geval, dat was 7 jaar geleden was dat het geval. Wacht, laten we even kijken. Enzo Knol, 30 miljoen views, dat is echt lijp. What the fuck. Gio, 18 miljoen views. Tyfus. Oké, het is niet Enzo Knol, het is de helft. Maar 18 miljoen, dat is meer dan ik ooit gewoon. Ik heb in 5 jaar 10 miljoen views gehaald. En hij heeft in 1 maand 18 miljoen. Ik denk dat hij alleen aan YouTube views misschien wel 30.000 per maand verdient. Maar Gio is dus zo rijk dat zelfs Floris onder de indruk is. Floris moest gewoon even gaan flexen. Zo geïmponeerd werd hij. Okay. Dus daar is dat gewoon niet helemaal goed voor. Maar ook ja, dat doorkijken en alles. Je ziet want hier de Rolls Royce staat. Kijk. Ja, kijk. Dat heb ik even meegenomen voor. Ja. En ik dacht, hoe kan ik nou een Porsche en een Ferrari... Hey, als je ze optelt, haal je het nog niet. Nee, als je ze optelt, want ik ben geloof 5 ton kost die. Wat is dit ook voor een gesprek met een 22-jarige? Hoorde je wat ze zeiden? Gio zei letterlijk, Wel, ik zie als ik door mijn aquarium heen kijk, jouw Rolls Royce staan. Ja man, ik denk ik neem Rolls Royce mee. Die is duurder dan jouw Porsche en Ferrari bij elkaar. Heeft Gio een Porsche en een Ferrari? Wat? Dit is niet eens meer een grappige video geworden. Dit is gewoon een video geworden waarin ik super verbaasd ben hoe rijk Gio is. That's it. Dit is allemaal net geverfd. Ja. Hier moet nog een kast komen, schilderij, alles. En ja. Nou, eigenlijk is dit de voornaamste reden waarom ik het huis gekocht heb. Ja, natuurlijk is dit de reden dat je... Zijn woonkamer is groter dan heel mijn koude huis. Het is wel echt fucking lelijk ingericht. Maar ja, boeien als je een Ferrari en een Off-White brandblusser hebt. Ga je dat maar, maar dan kom ik terug met een mooie zwembroek, als je die erg vindt. Okay. En dan gaan we dat nog even doen. En misschien als die lift erin zit, want dan gaan we dat ook nog even doen. Heeft Gio een lift in zijn huis? Wat is Gio nu een onderdeel van de Kardashians of zo? Ik wil hier een mooie piano neerzetten. Ja. Ik kan geen piano spelen, maar ik vind het er wel gewoon heel chic uitzien. En weet je kan altijd dingen leren. Nee, je wil geen vleugel, hè? Je wil echt een piano? Nee, een vleugel is wel te groot. Ja, of dus als... moet hem daar neerzetten. Maar... ik haat Gio. Nee, niet. Nee, ik vind Gio zijn onverschilligheid briljant. Het is gewoon, nou, ik wilde eerst een vleugel, maar dat past niet. Oh, hij kan gewoon daar. Maar als iemand dus nog een tip heeft, ook in de comments kan ik die tip aan jou doorsturen. Ja. Oké, staan ze tegen de muur aan hier, altijd een beetje geinig natuurlijk. Ja. En Gio is ook te lief om Floris te verbeteren met comments. Ik zou wel zeggen, luister, het is comments. Je maakt al een jaar video's. Het is ook geen Acetion in plaats van Action. Het is ook geen Primark in plaats van Primark. Het is ook geen Lidl in plaats van Lidl. Toen je begon, wat was de eerste auto die je ooit hebt gehad? Een Range Rover Evoque. Dat was de eerste? Toen een Velar. Toen een Velar en toen kwam die? Toen een Sport. Sport. Toen een Sport SVR. Dat vind ik nog steeds een hele mooie. Zeker, ook nog steeds echt met roomauto. En toen kwam de? Toen kwam de Porsche Cayenne Coupé die ik nu heb staan. Ja. En hierbij dan... Wat? Maar scheidt Gio goud uit of zo? Nou goed, na het opnoemen van al zijn auto's die hij tot nu toe heeft gehad, die allemaal duurder zijn dan mijn fucking huis, dacht hij toch, ik wil een nieuwe. En dat werd een Ferrari. Hierbij dan... Maar die heeft niet genoeg pk's meer, dus hebben we nu... Tatatatatatat. Ja. Dit is wel een serieuze auto. Dus echt, nu heb je een supercar nu echt, hè? Dit is mijn allereerste supercar, ja. Jezus. Ja. Nou, Mart kan nog even wat losse shots zo maken, denk ik. Yo, laat anders even de Ferrari zien. We hebben zo'n lijpe opbouw. Tat. Ja. En dan de meest anti-climax edit ooit. Dit is wel een serieuze auto. En ze laten hem ook nooit zien. Ik heb dus nog steeds die Ferrari niet gezien. Floris dacht, nee man, het is belangrijker om mijn Rolls Royce hier te laten zien. Kijk, wat vind je nou hiervan? Wat ik heb meegenomen vandaag. En je ziet het al, RRRR, de Rolls Royce. Wow. Dit is dus de nieuwe Rolls-Royce Ghost. Oké. Een auto toch wel van tegen de 5 ton aan. Ja. Dan kom je met je Ferrari ook ver, maar deze wint het dan. Niet dat er iets te winnen hoeft te zijn, hoor. Dat is helemaal... Ja. Ja, er valt niet iets te winnen of zo, maar... je hebt wel gewoon verloren. Tuurlijk, het is een leenauto. En ik ben 30 jaar ouder, maar... Boeien, staat nergens in de regels. Ik heb gewonnen. Ja. Iedereen koopt maar een Urus.
En die Huracan zie je heel veel voorbij komen. Ja. Maar die jongens zijn allemaal gefeest hier op een auto. Maar ik vind het wel leuk dat jij een keer een Ferrari hebt genomen. Ja, ik heb niks met Lambo ook eerlijk gezegd. Nee. Dus ik vind het heel dik hoor. Zeker niet, ik wil zeker Lambo niet afkeuren, maar ik vind het echt... Gio is zo voorzichtig met zijn woorden om niemand te kwetsen. Want ja, we hebben toch allemaal kleuters die kijken. Dat hij de woorden net zei... Ik wil Lambo niet afkeuren hoor, maar ik heb Ferrari. Alsof er allemaal kinderen thuis zitten van... Ik heb net een Lambo gekocht en nu heeft mijn hel Gio een Ferrari staan. En ten tweede, wat bedoelen ze met alle YouTubers hebben tegenwoordig een Lambo? Niemand heeft een Lambo. Ja, Joel Beukers, daar heb ik wel eens ingezeten, was best wel vet. Maar is hij niet de enige met een Lamborghini? En Mobicep had er eentje, maar toen kwam Dave Roefink langs. Ging niet helemaal goed. Nou goed, buiten die Ferrari die Gio heeft, heeft hij ook nog een Porsche. Ja, het is natuurlijk ook wel heel erg weer eye-catchy. Ik moet zeggen, dit is gewoon echt een topauto. Het enige probleem, hij vloekt nu met mijn Ferrari qua kleur. Ja. Nee joh, what the fuck? Wat een kutleven. En weet je wat ook zeg maar niet ergens aan niet matchende auto's? Dat je ze niet tegelijkertijd rijdt. Toch, je kan er maar eentje rijden. Hallo. Hallo. Kunnen wij binnenkomen? Ja. Kijk, nou we mogen stiekem even bij de dames kijken. Oh, en de katten. Nou, hier zit inmiddels de wereldberoemde Jade zit hier nog een beetje te werken. Ik geloof, jij bent de zus, toch? Ja, nou gezellig. Nou, dat is de reden. Nou, stel je voor, jij bent nu 20 plus en je hebt wel eens van Gio gehoord, maar je hebt nog nooit één video van hem gezien. Dat is zij. Zij is de reden. Waarschijnlijk stond vanaf een half jaar geleden heel jouw TikTok vol met hun. Want wat het nu is zij is zeg maar... Een kind. Zij is ergens tweede op 16 of 15 of zo. Nee, zij is geen 15, mag ik hopen, toch? Wacht. 16. Ze is 16. 16. Ze komt uit 2004? Oh my god. Oh my god. Dan is mijn vriendin bijna 10 jaar ouder. Ik ben bijna net zo oud als Gio. What the fuck? Er gaat iets helemaal mis. Dan gaat iets helemaal mis daar. Ik wist niet dat het zo erg was. Ja, ik weet niet. 2004 klinkt een soort van... Ja. Illegaal. En ik dacht trouwens ook dat ze Jade heette. Maar ze heet Jade. Of nou ja. Floris zegt dat ze Jade heet. Maar Floris zegt ook dat het Comanche is. Dus ze heet of Jade of Jade. Een van de twee. Verder liet hij de bovenverdieping zien. Maar zag je nergens echt een zweefwc. Wat toch in die titel stond. Je zag alleen deze wc. En deze heb ik zelfs. Mijn huis is... 3 keer goedkoper. En daarna eindigde de video natuurlijk, zoals elke YouTuber van 22 dat doet, door een champagnefles te sobreren. En tijdens het sobreren deed hij de hele tijd zijn hand in de weg, waar ik echt paniekaanvallen kreeg. En niemand weet trouwens waar überhaupt dat zwaard vandaan kwam. Plus, ze gaven aan het einde alcohol aan het minderjarige meisje. Nou, en dan kunnen we denk ik als eindconclusie toch wel stellen dat content maken voor kinderen je fucking rijk maakt. Ja. Plus, je mag dan een relatie aangaan met een kind en niemand heeft daar problemen mee.